Hoi allemaal, Paco Busteros van de Kunstenaarsrij. Nou ja, het nieuws is eruit. Dit wordt de laatste, 10e en laatste. Waarom? Ja, er zijn verschillende redenen. Ik moet je eigenlijk wel vertellen, ik stop met een beetje een traan in mijn... met een traan. Kon niet anders. Het is gewoon ingewikkeld geworden. En dat belemmert niet dat we gewoon een super toffe, leuke 10e editie gaan hebben. En ik wil jullie allemaal uitnodigen. Met name de mensen dat eerder meegedaan hebben en misschien niet meer terug zijn gekomen. Hoe leuk zou het zijn als wij gewoon als een laatste keer met z'n allen hier op de ijsbaan echt een super leuke feestje bouwen. Ter eer van Chris en met name gewoon voor het goede doel. Dus mijn oproep is aan alle oude deelnemers van de Christmas Ride dit jaar te komen. En waar mogelijk gewoon al hun fietsmaten en vrienden mee te nemen. Doe je mee met de 25 kilometer? Gezellig. Doe je mee met de 75 kilometer? Gezellig. Maar met name het samen zijn. En vieren dat we gewoon super leuk 10 jaar met elkaar hebben gefietst. En dat we gewoon inderdaad nog steeds aan Chris denken. En dat we gewoon echt super belangrijk vinden dat longvlieskanker er niet meer mag zijn. Jongens, tot zondag 8 september. Denk aan de oproep. Kom gezellig mee. Doei.